Generatie Genheid met Go to Gym. Hallo, mijn naam is Jim. Go to Gym. Dat is ook weer net te... In het vorige seizoen van dit programma hebben jullie kunnen zien hoe ik en met mij duizenden jongeren opgezadeld werden met een leenstelsel waarvan eigenlijk niemand het een goed idee vond. En eigenlijk zelfs niet de meneren en mevrouwen in het almachtige Den Haag. Ja. Oké, succes ermee. Dank u wel. In dit seizoen onderzoek ik samen met jullie tegen welke problemen jongeren nog meer aanlopen in ons kikkerlandje. En ik hoor jullie denken, maar Jim, we hebben het hier toch best goed. En dan zeg ik, klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen problemen zijn die straks best is opgelost mogen worden voor onze jonge, tere zieltjes. Wij moeten tenslotte straks de wereld redden. En dat doe ik het liefst met genoeg pap op de bank, met een fijn dak boven mijn hoofd en met genoeg bijen en vlinders in mijn tuin. Oh, hey. Jullie zullen vast denken, wat doet die Jim met de pinpas in zijn hand? Nou, ik zou je zeggen, ik heb net 9 Meijer gepind. Want als jullie dit kijken, is alles waarschijnlijk nog duurder geworden dan het nu nog is. Maar ja, waarom wordt eigenlijk alles zo duur? Wat is inflatie? Hoe en hoe gaan we daarmee om? Dat ga ik allemaal voor jullie uitzoeken in deze aflevering. Waarom is alles zo fucking duur? Merk je dingen die duurder zijn geworden? Natuurlijk, boodschappen. Drankjes op het terras. Tampons. Huur. Speciaal biertjes, man. Kip. Mijn energieblikje was vroeger 25 cent en nu gewoon echt bijna 3 keer de prijs. Het is echt, je kan niet meer hetzelfde doen met je geld als vroeger. Alles wordt duurder. Alles. Komkommers, bier, de wasseretten, boeters, de rollator van je oma, de reis naar je oma, de verzorgverzekering van je oma, de verzorging van je hond, je huis. En dan hebben we het nog niet eens over die fucking rentestijging op je studieschuld. Zie je wel? Van 0 naar 2,56%. Dat is kut. Oké, alles wordt dus duurder. Inflatie. Producten worden duurder omdat je vandaag minder kunt kopen dan gisteren voor dezelfde prijs. Kortom, je geld blijft hetzelfde, maar je kan er gewoon minder mee doen. Stel je voor, Jimbootje werd 5 jaar geleden wakker met een tientje. Hij kocht een appel, een krant, pakte de trein en kocht een bloemetje voor zijn moeder, omdat hij haar wilde bedanken dat zij hem op de wereld had gezet. Tim werd juist vanmorgen wakker met diezelfde 10 ekkertjes in zijn zakkie en hij kocht een appel, een krant en toen was het geld op. Arme moeder van Tim. En voilà, inflatie. Transportkosten, energiekosten, rare Russische inval in Oekraïne, corona, vraag en aanbod en ineens is een bloemetje voor Tims moeder niet meer te betalen. Ik heb afgesproken met iemand die alles over inflatie weet. Karin van het Nibud. Karin vertelde me dat ze al jaren niet uit haar grijze grauwe kantoor is geweest. Dus ik dacht, laten we eens even uit dat kopje komen. En ik heb een geniaal idee. We gaan onze handjes uit de mouwen stropen. En onze vingers in de... Hallo. Hi. Hallo. Ik ben Jim. Ik ben Karin. Hi. Hallo, we gaan kleien, schijnt. Ja, leuk. Let's go. Yes. Nou, vandaag gaan we een spaarpotje maken. U werkt bij het Nibud. Ja. Kunt u mij vertellen, wat doet het Nibud ook weer? Het Nibud staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. En wij doen onderzoek naar wat mensen met geld doen. Wij adviseren daarover, zowel aan gewone mensen als aan bijvoorbeeld de overheid. Van of het goed gaat of niet. En dat is wat we doen. Dus ik wil gewoon zo snel mogelijk een huis kopen. Dat ik gewoon niet meer hoef te huren. Dat is zeg maar mijn grootste geldzorg. Ik heb ook besloten om het niet tegen mijn hypotheekadviseur te zeggen dat ik een studieschuld heb van 40.000 euro. Wat moet je doen als je nu jong bent en deze inflatie komt jou halen en je ziet opeens, hey, ik heb eigenlijk niet meer zoveel geld om gewoon mijn dingen te doen die ik altijd deed. Ja, dan moet je gaan bijstellen wat je deed. Als jouw inkomen niet hoger wordt en je kan ook niks doen om jouw inkomen te laten stijgen, dan zal je aan de uitgavenkant iets moeten doen, wil je niet in een probleem komen. En dat is zuur, maar dat is dan de oplossing. Alles is heel duur geworden. Ja. Merk je dat zelf ook? Ja, ik merk dat zelf ook. Vooral in de vriendengroep merk ik dat. Vroeger deden wij nooit aan tikkies. Want ja, ik bedoel, je bent gewoon met gasten uit en de ene keer betaalt die en de andere keer betaalt die ander. Maar nu tegenwoordig is het echt wel steeds vaker van ja,
sorry guys, we moeten echt een tikje sturen, want ik moet ook gewoon rondkomen. En ja, dat is wel jammer. Ik krijg er een beetje een soort angstgevoel door. Want ik vind het niet chill om arm te worden of gewoon geen geld te hebben om uiteindelijk die dingen te doen of boodschappen te kunnen doen. Dus ja, soms word ik wel een beetje gestrest erdoor. En komen jullie rond met de bijbaan en het studeren en de combinatie daarvan? Ja, ik moet lenen, anders kom ik gewoon niet rond. Ik zou wel natuurlijk altijd meer willen verdienen, maar dat komt ook gewoon meer omdat alles weer heel duur wordt. En dan verdien je weer net iets meer, maar dan wordt het toch weer net iets duurder. En dan is dat een beetje die cycle waar je de hele tijd in zit. Ik heb mijn bijbaan, ja. Maar toevallig spek ik soms wel eens gewoon, ga ik extra werken en dan laat ik school even vallen. Omdat ik wel gewoon, ik wil kunnen sparen en ooit nog op vakantie kunnen. En anders red ik het daar niet mee. Maak je wel sprake van Klarna? Ja, ik mag niet meer met Klarna bestellen. Van jezelf? Ik mag het toch niet meer gebruiken. Dus ja. Want? Mijn aankopen worden niet meer goedgekeurd via Klarna. Dus dat is een beetje een inkoppertje. En is dat misgegaan? Ja. Wist je dat 45% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar financieel ongezond is? Dat is een chic woord voor het feit dat ze dus gewoon moeite hebben met rondkomen. Niet of amper kunnen sparen of geldproblemen hebben. Inflatie is één. Een andere oorzaak is dat wij jongeren geld heel anders uitgeven dan de generaties voor ons. We geven liever geld nu uit dan dat we sparen. We sluiten meer abonnementen af en we drukken graag op het knopje van achteraf betalen. Betalen met Klarna is basically ook gewoon een lening. Maar hier kan je dus wel diep in de shit van raken. Weet je wat wel problematisch is? Nou. Al die jongeren die dingen kopen op internet met geld wat ze niet hebben. Ja. Wat er gebeurt met dat achteraf betalen is dat je eigenlijk een soort, echt letterlijk de verbinding tussen geld uitgeven en iets daarvoor terugkrijgen, dat knip je gewoon echt door. Zijn er echt veel jongeren die hier gebruik van maken? Ja. Ik heb geen idee namelijk, ik ken nou, ze niet. Ik wel. Ze wonen bij mij thuis. Echt? Ja. Bloedeigen kinderen. Bloedeigen kinderen, noem dat gewoon, ja, eentje dan. Van een mevrouw die bij het Nibud werkt. Ja, maar ja. Ja. Maar ja, als je dat dus goed zicht, kijk, dat ze weten dat het niet mag. Ik vroeg me af op welke manier geld sociale druk met zich mee kon brengen en besloot een biertje te gaan drinken met een vriendengroep om met hen over geld te praten. Zitten jullie hier wel eens? Nee, ik ben hier met Marijn wel eens geweest, want zij woont hier boven. Kennen jullie Klarna? I don't trust that she. Nee. Maar denk wel dat Klarna misschien zeg maar net de iets jongere nog generatie is. Zeg maar, volgens mij niet hoor. De mensen die ik heb gesproken, ook gewoon even als jullie. Ik ben ook wel echt. Oh, sorry. Maar je bent ook heel jong toch? Ik ben ouder dan jij. Oh, ja. Waarom denken jullie dat het zo moeilijk is om over geld te praten? Als ik misschien voor mezelf praat, is het denk ik toch ook wel een beetje schaamte misschien. Omdat tenminste, ja, ik voel me altijd een beetje bezwaard. Omdat ik dan soort van een van de weinigen ben die gewoon niet zo goed met geld kan omgaan en zo. Dus ik vind het gewoon een beetje een moeilijk onderwerp. Het soms ook gewoon is van, oké, we gaan ergens koffie drinken of we gaan ergens lunchen. En dan weet ik, oké, ik moet betalen en die ticket komt later wel. Dus dan is het niet eens meer echt een discussiepunt, maar je weet het gewoon. Ik hou daar dus echt wel kut. Maar dat is dus vanuit mijn kant. Ja. Ja. Niemand van ons is ook echt heel gierig, vind ik. Maar het feit dat zeg maar, jullie niet gierig zijn, neemt dan niet per se dat soort van opgelaten gevoel bij Violet of bij mij dan soort van weg. Snap je? Ja, dat je wel gewoon. Ja, want je denkt, ja, ik ben wel volwassen. Ik zou wel gewoon voor mijn eigen dingen willen betalen. Maar het kan niet, maar ik wil wel ook gewoon met mijn vrienden dingen kunnen doen, zeg maar. Ja. En niet in mijn eentje thuis zitten en crackers eten. Nee. Hebben jullie nog een leuke side hustle voor mij? Huh? Side hustle? Een side hustle. Ja, we zoeken nog mensen bij de bloemenstal op zaterdag. Leuk. Ja. Waar is dat? In Amsterdam ook. Wow. En dan ga ik bloemetjes verkopen. Bloemen verkopen, ja. En schikken, bloemen maken. Weet je wat het is? In die landen moeten mensen echt zien te overleven. En wij moeten echt leven. Met zingeving en zo. Het is eigenlijk veel ingewikkelder, snap je? Ik bedoel, ik denk ook heel vaak, waarom doe ik eigenlijk nog mee aan die rat race? Alles draait hier letterlijk om geld. Letterlijk. Ik was laatst op Bali. Toen dacht ik ook gewoon opeens van, het lijkt me gewoon zo lekker. Gewoon
alleen maar bezig met eten. Een simpel dak boven je hoofd. Dat je gewoon echt terug naar die basis. Tja. Ging je eigenlijk nog naar Costa Rica? Oh, dikke twijfel. Ja, maar kijk, tegenwoordig is alles zo fucking duur. Hi, mag ik een espresso martini alsjeblieft, maar dan zonder espresso en met matcha? Tuurlijk, komt eraan. Dankjewel. Dankjewel. Wat is er? Nee, niks. Nee, je moet zeggen. Ja, moeten we dat niet gewoon doen? Samen jagen. Een moestuin. Een hutje op de hei, weet je. Gewoon weg uit die rat race. Alles draait hier om geld. Ja. Weet je, alles draait hier om geld. Letterlijk. Ja. Alles. Ik vind het een fucking goed idee. Toch? Ik denk al gewoon, we gaan weg hier. Mm. Wij gaan kappen. Dit is helemaal geen leven zo. Ik wil weg uit dit crazy systeem. Dankjewel. En ook gewoon dan zeg maar geen verwachtingen, weet je wel. Gewoon de zon, de zee, gras. Gewoon echt terug naar die basis. Ja, dan moeten we niet gewoon gaan. Nu. Ja, nu. Nu, nu? Nu, nu. Schat, ik heb geen tijd. Oké, niet nu dan, maar volgende week. Oh nee, volgende week ben ik op skireis. Kutje. Wat? Oh my god. Maar dan kan ik er wel TikToks over maken. Dat is zo'n goed idee. Oh, joh. Kutje, ik moet gaan. Ik moet totaal gaan. Ja, nu, letterlijk. Okay. Kutje. Vergeet jullie niet iets? Oh, nee, wij doen niet meer mee aan het walgelijke systeem. Oh, zo'n lul. Zo bedoelde ik het niet. Klarna is gewoon money lenen. En dan? Lenen kost geld. Er komt ook rente bij. Ach, valt wel mee, joh. Hij wil ons niet goed zien, Jen. En je wordt ook geregistreerd bij iets, bij de overheid of zo. En dan zien ze dat je moneyproblemen hebt en rood staat. Wat kan mij dat nou schelen? Nou, lijkt mij niet verstandig dat je wordt geregistreerd omdat je greedy bent voor een MacBook Air. Dit is Kevin Viano. Hij maakte een voorstelling over jongeren en geld. Wij zitten in het decor van de voorstelling die jij geregisseerd hebt, Arm met een dure smaak. Kan je mij vertellen waar die over gaat? Ja, Arm met een dure smaak gaat over het effect van armoede op jongeren. En in het verhaal volg je drie jongeren. En ik wilde heel graag spelen met drie levels, arm, armer, armst. En dan vanuit verschillende invalshoeken. Helaas judgen wij elkaar als mensen op allerlei fronten. Maar ik hoop dat ik met deze voorstelling ook hen aan het denken kan laten zetten. En dat ze denken van, laat me maar iets aardiger doen tegen mijn klasgenoot of tegen dat ene schoolgenootje wat er niet zo flexie uitziet. Want ja, je weet maar nooit waardoor het komt. Wat is jouw ultieme doel om te behalen met deze voorstelling? Dat we samen eraan werken om die eenzame lijdensweg te doorbreken. Want het is gewoon intens om als jong persoon met zulke zware lasten op je schouders te moeten lopen en vervolgens ook nog te moeten presteren in die westerse maatschappij. Ziet u veel jongeren die zich druk maken om hun omgeving wat betreft geld? Over geld praten vinden mensen nog steeds heel lastig. Mensen kijken gewoon wel naar anderen. Het zijn natuurlijk ook heel erg groepsdieren en kuddedieren. Ja. En dat maakt dat je soms heel stevig in je schoenen moet staan, ja, om te kunnen zeggen, ik ga dus nu niet mee naar de kroeg. En ik vind het leuk dat jij die baak over mij wil betalen, maar ik voel me een beetje bezwaard, want je doet het al drie keer en ik kan het niet terugbetalen. De eerste helft van het lichaam gaan we nu wat meer detail geven. Goed. En als je eenmaal dat ronde balletje hebt, wat je dan gaat doen, is eigenlijk net zoals wat we bij de bovenlichaampje hebben gedaan. Jermaine, heb jij geldzorgen? Ja. zeker. Ja? Ik werk best wel hard om mijn geld te verdienen. Maar het is ook wel moeilijk, want alles is wel flink wel wat duurder geworden. En ik merk ook dat door keuzes die ik heb gemaakt, dat nu al helemaal niet uitkomt. Dus het is wel even lastig en even pittig. Wat doe je om het... Veel werken. Ik heb nu twee bijbaantjes eigenlijk. Ik ben ook vooral begonnen met therapie en hulp te zoeken eigenlijk om het allemaal wat beter te maken en mezelf vooral in een positieve sfeer
te behouden, zodat ik altijd goed naar mezelf kijk, op mezelf let en uiteindelijk ook goed voor mezelf kan zorgen. Dankjewel voor het delen. Ja, geen probleem. Dus als je eenmaal dat rondje hebt gemaakt... Zie je, geldproblemen zijn overal. En ik besloot gelijk af te spreken met Germaine. Ik ben blij dat je er bent. Je vertelde dat je, ondanks dat je jong bent, al veel geldproblemen hebt. Mm-hmm. Of hebt gehad. En daar wil ik eigenlijk wel wat meer over weten. Ja, nou, ik werk al sinds mijn 14e. En eigenlijk sinds mijn 14e heb ik nooit echt een volwassen figuur gehad eigenlijk. Die mij vertelde hoe ik met geld om moest gaan. Wat ik zie op internet is eigenlijk alleen maar mensen die flexen met gekke producten. Mm-hmm. Of kleding of zo. En ik denk dat het best wel lastig is als je als jong persoon, bij wijze van spreken, niet lekker in je vel zit. Dat je daar gewoon heel gevoelig voor bent. Ja. En dat je dat dan als een soort van iets gaat zien dat je dat ook moet hebben. Mm-hmm. Terwijl dat ook heel lastig is, want het is allemaal fucking duur. Ja, je bent bang. Want je hebt geen geld. En alles in je omgeving kost geld. Ja. Als je vrienden bijvoorbeeld zeggen van ja, zullen we bijvoorbeeld dit doen? Jij kan niet mee omdat je geen geld hebt. Dus dan moet je ook weer een reden daarom verzinnen. En dan voel je ook weer schuldig dat je daarover liegt. En dat wordt dan ook weer een hele cyclus. Dus uiteindelijk sluit je jezelf dan heel snel af. Ja. En is het eigenlijk gelijk een one-man show. Veel maanden dat ik gewoon niet at. Of 2 of 4 maaltijden in een maand. Omdat ik gewoon niet genoeg geld had om eten te kopen. En je al snel, doordat je veel stress hebt, je geld dan aan andere dingen uitgeeft. Zoals bijvoorbeeld wiet of peuken. Omdat het dan weer, ja, ik weet, het is een heel slecht excuus. Maar dat is dan zeg maar hetgene waar je dan juist snel naartoe zoekt. Ja, jongeren met geldzorgen krijgen vaak ook geldstress. En stress leidt weer tot eigenlijk minder goed kunnen functioneren, minder goed kunnen nadenken. En dat geldt ook als je geldstress hebt. Dus, en dat betekent dan vaak dat mensen niet helemaal de goede beslissingen meer kunnen nemen. Een goede tip waarvan je denkt, oké, dit is eentje die alle jongeren moeten weten die nu denken, shit, ik heb het moeilijk. Praat en zoek hulp. Schaam je niet gewoon, echt, schaam je niet. Want het kan echt iedereen. Het zegt niks over jou. Bedankt voor deze leuke activiteit. Ik vond het echt erg leuk. Ik heb zelf een soort raar beest gebouwen. Ja, heel en creatief. U heeft een prachtige kat gebouwen. Ja. Gebouwd. Waar de kindertjes hun centjes mooi in mogen ingooien. Ja, die komen er ook nooit meer uit. Dat is goed. Oppotten die handel. Ondanks dat geld zielsveel van mij houdt, zoals een jonge moeder houdt van haar pasgeboren kuikentjes, kan ik ook niet onder de verdomde inflatie heen. Zoveel jongeren in Nederland met geld zorgen. Terwijl miljarden door de economie van ons kleine landje gaan, kan het echt niet anders? Waar ik denk ik ben achtergekomen, is dat het hebben van geld zorgen het startpunt lijkt voor een hele rits aan andere problemen. Geen geld is geen huis. Veel sociale druk en dan moet je volle bak werken om aan het einde van de week boodschappen te kunnen betalen. Iets doen wat je dan echt belangrijk vindt en waar je je geluk uit haalt, is dan soms heel moeilijk. En daar heb je gewoon eigenlijk helemaal geen tijd meer voor. En duurzame keuzes maken is dan helemaal niet aan de orde. Want als je de eindjes aan elkaar moet knopen, dan heb je wel andere zorgen aan je hoofd. En ondanks dat geld van mij houdt, is een side hustle voor mij nu de enige optie om te kunnen blijven leven met deze dure smaak. Dit is het einde van de aflevering, toch?